Ik ben Margriet van Oostrum, ik ben 42 jaar oud en ik ben moeder van een gezin met 4 judoende mannen. Het contact, de technieken die je met je lichaam kunt doen, de krachtmeting, ook wel het snelle erin, ja, dat spreekt ons gewoon heel erg aan en alle 5 gewoon. Goedemiddag! Hey jongens! Ja, hallo. Dag, hoe was het op school? Ja. Mooi zo. Ik ga vanavond training geven aan Lars en Sven. Ik hoop dat Lars mee kan doen, want die heeft 2 weken terug heeft hij zijn elleboog geblesseerd. En van Sven die gaat gewoon aan de slag. Wanneer ga je mij dan een keer weer lesgeven? Ik loop zelf al jaren mee. En onze jongens zijn toen ze 5, 6 begonnen, zijn ze begonnen met judo. De kinderen wilden gewoon doen wat papa ook wilde doen. Tenminste, zo kwam het over. We hebben eigenlijk nooit iets anders geprobeerd, maar dat ging prima. Ja, dit zijn dus alle prijzen die ik heb gewonnen zelf. Ja. Ik denk dat ik er een stuk of 40 heb ontvangen. Ik denk wel meer, want ik heb er al 98. Kom maar. Roodsoms erin. Margriet, je houdt ons erbij. Ja, ze gaat mee naar bijna elke training gaat ze toe. Ze helpt daar veel in de kantine. Ze zit in de activiteitencommissie. Dus ja, ze is gewoon daar heel druk mee. En dat zijn judopakken met JSV NAM? Meestal ga ik even naar mijn rit om. Ja, ze is nu druk in gesprek, dus dat doen we eventjes niet. De omgeving die snapt niet altijd waarom wij er zoveel tijd in steken. Maar ja, ik vind het leuk om naar mijn kinderen te kijken tijdens hun wedstrijden. Hey. Zo pas. Jongens, niet duwen tegen elkaar. Ik probeer nooit te streng te zijn. Alleen je wilt proberen het zo goed mogelijk te laten doen. En dan kom je misschien wat streng over, maar dat heb ik eigenlijk niet zelf niet eens in de gaten. Elke keer werpen, jongens. Het is leuk om met mijn broers te hieren, omdat er zit veel competitie in. Omdat ik iets ouder ben en ik heb al wat meer gedaan. Dus tijdens de training is het wel eens zo, dan gooi ik hem even plat neer. En de andere keer ga ik plat op mijn smoel tegen. Ik vond het een leukere training dan normaal, ook omdat er veel meer mensen kregen, dus ik vond het wel leuk. Ik kon goed oefenen, dus ja, daar ben ik tevreden mee. Ik hoopte altijd dat ze zoveel mogelijk doorgaan met judo. Kijk, ik ben zelf een judoman, echt vind het hartstikke leuk om te doen. Dus je hoopt ook dat je eigen kinderen dat doen.